zijn hier vanmiddag op de buurtwerkplaats De Buren. De Buren van Oost. En dat is achter het station. En wat gebeurt hier? Hier is de derde editie van de Troubadours van Oost zomeravonden. Troubadours van Oost zomeravonden houdt in een vrijdagmiddagprogramma van 4 tot 8. Waarin diverse bewoners van Oost elkaar ontmoeten met muziek. En de muziek komt van de Troubadours van Oost. Dat zijn 15 muzikanten uit Oost, waarvan er enkele hier aan meedoen. Wat is hun rol als troubadour? De troubadour neemt de bewoners eigenlijk mee met hun muziek. En door mee te doen, ontmoeten men elkaar. Het is eigenlijk een beetje een crossover tussen een vrijdagmiddagborrel met eten en drinken, een workshop en een concert. Vandaag hebben we de wonderlijke wereld van geluid. En geluid kan akoestisch zijn, met mooie instrumenten zoals klankschalen, didgeridoos, djembe, gong heb ik gezien. Onder leiding van Albert de Bruin. En geluid kan elektronisch zijn. En dat geluid verzorgt Marcel Nieuwland van de band Death by Audio. En hij is een van de troubadours van Oost. En hij heeft meegenomen een bandmate, zoals hij dat zelf noemt, David Kabrowski. En zij verzorgen het elektronisch geluid. En de mensen mogen allemaal meedoen. Ze mogen klanken maken, ze mogen aan de knoppen van de effecten draaien. En dan gaan wij gewoon met z'n allen een wondere wereld van geluid maken. Ik vond het erg leuk. En wat maakt het nou zo leuk? De muziek. En wat voor muziek? Ik weet het niet echt. Ik speelde twee instrumenten. En heb je dit wel eens vaker gedaan? Niet echt. Is het voor herhaling vatbaar? Dat weet ik nog niet. En meneer is de eerstvolgende? De laatste alweer, want we hebben 4 edities deze zomer. Kijk, en het zonnetje komt door. 4 edities, de laatste is op 24 september. En je kunt je aanmelden. En aanmelden gaat bij Sterk & Company op het e-mailadres info@sterkandcompany.nl. Zijn er kosten aan verbonden? Het is helemaal gratis. Er is wel een maximum aantal deelnemers, want we zitten natuurlijk nog wel met coronaregels waar we aan moeten voldoen. Dus zijn ongeveer 25 mensen welkom. Dus ja, wie het eerst komt, die heeft een plekje.